Yo guys van F1League.pro, welkom bij deze gloednieuwe aflevering. Ik ben nu vandaag Robin en ik ga vandaag kort met jullie bespreken, of nou ja, kort, doet er niet toe, wat er een beetje nieuwe dingen zijn in F1 2020 game, wat andere YouTubers eigenlijk al behandeld hebben. Je kan ook rechtsonder in beeld zien dat ik een screenshot heb genomen uit de video van TM met Marduk. Dus daar heb ik de meeste screenshots uit gemaakt. Maar mocht je dus de video niet hebben gezien en mocht je deze video op een of andere manier toch eerder zien dan hun, wil ik eventjes kort vertellen wat er een beetje nieuw is en wat mij opgevallen is. Het eerste waar ik eigenlijk mee wou beginnen was de starting grid. Zo gaat het er meestal online, verwacht ik niet dat het er zo uit komt te zien. Het zou wel heel tof zijn als er online eindelijk een start grid komt, maar ik kan begrijpen dat sommige mensen na een tijdje heel erg gaat irriteren. Maar zeker voor offline spelen carrière is dit wel eventjes een toevoeging met een vlag op de achtergrond en dan best wel gedetailleerd allemaal in een positie dat de coureurs staan. Kleine leuke details die het zijn en die uiteindelijk wel gewoon de game leuk kunnen maken. Ik wil hier niet te diep op ingaan, want er is ook niet heel veel meer te vertellen, want iedereen staat in bepaald verschillende poses. Dan de tweede wat ik zag was minuutje, de MFD. Zo, dat duurde eventjes. Zoals je nu kan zien staat er ERS Deployment en daar kunnen we nog wel uit kiezen. Of het tijdens de race kan, weet ik het niet, maar ik dacht dat met de practice sessie wel kon. Hij staat op het moment op ERS Deployment. Je ziet ook of ERS Deploy 1 Medium en ERS staat op 100%. En je ziet de Overtake button kan nog ingedrukt worden. Dus de Overtake button was in principe al bekend dat die ingedrukt kon worden. Maar je moet hem dus ook weer handmatig losmaken. Misschien dat je ook wel kan instellen dat het automatisch gaat, dat weet ik niet. Maar zover ik de informatie heb gekregen moet je hem zelf ook weer loshalen. Dus voor kwalificatierondjes, als je hem kan gebruiken, zou een overtake button op de rechte stukken wel kunnen helpen. Alleen, je moet hem wel echt heel goed gebruiken, want anders heb je de rest van de ronde bijna geen ERS meer. Voor de rest is er niet heel veel aan veranderd. Wel dat de front brake bias, als je de nieuwe video's van TRL Limitless kijkt en volgens mij iContrast had dat ook gezegd, kan je de front brake bias met 1% aanpassen. Want eerst was het per 2% of zo, ging van 55 naar 52. Of 55, 53, 51, zoiets was het. En nu gaat 55, 54, 53, 52, 51. Dus kan je per procent aanpassen. Wat uiteindelijk wel heel veel fijner is. Vooral voor de mensen die een beetje OCD hebben en niet tegen kunnen dat het opeens meteen van 55 naar 53 gaat. Dat zijn van die kleine details, maar die het uiteindelijk wel kunnen maken. Hier wou ik het ook nog even kort over hebben. Dat was de pit window. En dat staat ook onder Powered by AWS, oftewel Amazon. Er staat ook leuk bij welke rondes je kan pitten. Lap 17-25. Je kan ook duidelijk zien met lap delta boven hier. Lap 17 van de 55 dat TM met Marduk daar net was. En dan kon je dus ook zien pit window open tot maximaal lap 25. Maar je kan natuurlijk ook je stint uitstellen. Het zijn van die hele leuke kleine details. Staat er ook meteen bij waar je naartoe gaat en wat voor strategie je op zit. In principe wat je net als op de tv zou zien. Dus ik vind het een leuk detail wat uiteindelijk de game misschien wel net iets beter kan maken dan dat het misschien vroeger was. Dus zeker pluspunten, want eerst moest het allemaal heel snel via het menutje. En nu kan je snel zien van, ik ga hier naartoe. En dan kan je altijd nog even in die ronde aanpassen waar je naartoe wil. Dan, als je in de pitstop staat, viel mij één dingetje op en dat was de pitlane. Dit ziet er compleet nieuw uit. Je ziet hier in totaal de pittijd, stoptime. Nou ja, dat is hier 2.6, doet het niet echt helemaal toe. Dus dat is in principe ook wel leuk dat ze dat net eventjes iets strakker hebben gedaan. Ik vond het er al heel goed uitzien hoor, hoe ze het in 2019 hadden. Maar ik heb toch meer het gevoel dat dit ietsje strakker is naar mijn gevoel. Geheid dat jullie al genoeg video's hebben gezien over F1 2020. Maar je kan nu twee spelers voor je zien en twee spelers achter je. Ga ik niet heel veel op in, want ik verwacht al dat je het mee hebt gekregen. Maar ik dacht, ik benoem het nog wel heel eventjes. Maar het ging mij meer om de pitlane dat nieuw was. Is ook een hele leuke, zodra jij dus een race hebt gefinished. Ik denk dat het alleen met carrière is. Ik verwacht niet dat het in online is, dus ik denk veel te lastig om erin te doen. Maar in ieder geval een losse race, een Grand Prix race of een carrière, komt het te staan Driver of the Day. Toevallig was het even TM met Marduk zelf, oftewel hij speelde toen als Lewis Hamilton. Maar het kan dus ook blijkbaar zo zijn, bijvoorbeeld als jij een carrière doet en jij finished op Australië van P20 naar P2. Dat koopt maar als zo'n naaier is dat ze bijvoorbeeld iemand zoals Charles Leclerc een driver of the day maken omdat ze pole position hadden en de race met 30 seconden hebben gewonnen bijvoorbeeld. Ik zeg maar eventjes wat in een worst case scenario. Maar leuke toevoeging, want anders moest je altijd wachten op Anthony Davidson voordat hij het zei of die andere gast die ernaast zit.
Maar misschien hebben ze het ook wel gedaan omdat Olaf Mol nu een Nederlandse game is. En dat ze proberen daar weer een beetje geld of zo op te besparen. Ik weet niet hoe ze dat doen bij Pokémasters. Maar ik vind het een hele leuke toevoeging. Dus hopelijk dat het volgend jaar ietsjes anders wordt toegevoegd, Driver of the Day. Misschien zodra hij over de finishlijn komt, ietsjes kleiner naar rechts onder in beeld. Want ik heb het gevoel dat dit ietsjes te groot is, maar kan aan mij liggen. En het laatste waar ik nou even wou over hebben was als het regent. Want zodra het gaat regenen en jij hebt een race gefinished in de regenrace, dan kan je zien. Normaal zagen wij de teams altijd in deze patronenskleding van Mercedes en Tommy Hilfiger polootjes. Maar je ziet dus ook nog een deel van het team gewoon in een jas staan. Gewoon een jas voor tegen de regen. En ook bij de pitwall kan je dat zien. Ik denk, ik pak alleen deze foto op het moment gewoon eventjes om het snel te laten zien. Een hele leuke toevoeging. Ik miste niet eens de toevoeging. Ik heb nooit het gevoel gehad zo van, het is heel onrealistisch dat iedereen gewoon wat in de polootjes in de regen zit. Nooit aan gedacht. Net als dat het publiek dus ook paraplu's krijgt als het gaat regenen. Daar heb ik helaas even geen screenshot van. Maar het zijn hele leuke kleine toevoegingen, wat uiteindelijk wel de game wel een stuk beter kan maken. Mocht ik iets vergeten zijn of mocht je ergens opmerkingen of vragen over hebben, hoor ik het graag in de reacties. En dan hopelijk zie ik met de volgende aflevering weer. Ciao! When you're ready, let's go.